voor de laatste keer volgens een flink deel van de jury. Doch het beste weblog, ook van 2006, was volgens ons geen stijl. Ik zou hem komen halen. Je mag nog iets zeggen als je het leuk vindt. Ik hou hem vast, hè. Ik hou hem vast, snap je? Oh, dat ben ik niet gewend. Dat zijn mijn vrouw vannacht ook. Nee, wat eigenlijk de allergrootste eer voor ons is, denk ik, nou, ook sprekend namens de Geen Stijl schrijvers, is dat er met zo'n zure toespraak toch een prijs wordt weggegeven. En dat betekent volgens mij maar één ding, en dat is dat wij de beste zijn en voorlopig nog wel eventjes blijven ook. Daar wil jij het bij laten, denk ik, hè? Ja, boe, ga, even boe nog. Dat lukt heel goed. Maar dat kan veel harder, volgens mij. Een soort van applaus voor Geen Stijl. Beste weblog, gefeliciteerd. Pas op voor het schildje, het is heel gevaarlijk. Dames en heren, dit brengt ons tot het einde. Natuurlijk ook hartelijk dank voor het uitreiken van deze omstreden prijs. Het is niet zuur natuurlijk. We hebben er ontzettend om gelachen, ook om Geen Stijl weer. En het is niet de bedoeling om zuur te zijn, dat zullen we ook niet worden. Het was een waar genot om al die weblogs te mogen beoordelen. En we danken jullie ontzettend voor jullie inzet en jullie meeleven met deze Dutch Bobbies. We weten zeker dat het volgend jaar nog verschrikkelijk veel beter wordt. Dit wordt echt een hele mooie internetcategorie. Dank jullie wel. En hartelijk dank, Peter Olsen.